Yassine B., de man die Pierre Wijmans doodstak in de Julianastraat in Alphen aan de Rijn, hoeft niet de gevangenis in. Vorig jaar oordeelde de rechtbank al dat de verdachte niet de cel in hoeft, omdat er sprake is van noodweerexces. Het gerechtshof in Den Haag denkt daar in hoger beroep hetzelfde over. De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof niet gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de rechtbank. In de nacht van 13 op 14 december 2014 ontstaat na een avond stappen op straat een woordenwisseling tussen Pierre Wijmans, een vriend van Pierre, en verdachte Yassine B. Na provocerend gedrag, al dan niet van beide kanten, ontstaat de vechtpartij. De verdachte wordt geslagen en geschopt door Wijmans en diens vriend, maar deelt zelf ook uit. 2 weken geleden, tijdens de inhoudelijke behandeling, was een van de vragen: wie begon met de onrust? Volgens de meeste getuigen was dat verdachte Yassine B. En dus zou je kunnen denken dat hij de situatie waar hij in belandde aan zichzelf te danken heeft. Maar het gerechtshof liet dat links liggen en richtte zich volledig op het gebruiken van het mes tijdens de worsteling op de grond. De verdachte heeft gehandeld in een situatie van noodweerexces. Hij heeft gestoken op grond van een hevige gemoedsopwelling. Ter zitting in eerste aanleg en in hoger beroep heeft de verdachte, na een aantal gerichte vragen van het hof op dit punt, verklaard dat hij, toen hij geen adem meer kon krijgen en toen er op hem in werd getrapt, hij uit paniek het mes heeft gepakt. Hij heeft toen geprobeerd het mes in het been van het slachtoffer te prikken om los te komen. 4 keer stak de verdachte Pierre Wijmans in diens been. Daarbij werden 2 belangrijke aders geraakt. Uiteindelijk werd een slagaderlijke bloeding de 27-jarige Wijmans fataal. Geen straf dus voor de verdachte, terwijl die iemand heeft gestoken. Iets dat strafbaar is. Sterker nog, het überhaupt bijdragen van een mes mag niet. Betekent dan dat door deze uitspraak van het gerechtshof het is toegestaan om een mes bij je te dragen en die eventueel te gebruiken als je zelf in een benarde situatie zit, bijvoorbeeld tijdens een vechtpartij? Dat is absoluut niet het geval. Het is een vrij uitzonderlijke situatie. Noodweerexces wordt niet heel vaak aangenomen. Het is echt een combinatie van het feit dat de verdachte en in een nekklem werd gehouden, geen lucht kreeg en door een derde persoon werd geschopt en geslagen. Wilt u daarmee zeggen dat het slachtoffer dan eigenlijk met zijn vriend te ver is gegaan? Het is in ieder geval zo dat onder deze omstandigheden de verdachte niet strafbaar is. En of het slachtoffer en de vriend te ver zijn gegaan, dat is niet aan het oordeel van het hof onderworpen. De schok is groot bij de nabestaanden van Pierre Wijmans. Zijn zusje Kim was bij de zitting aanwezig, in tranen na afloop, vol ongeloof. Haar moeder was er niet bij, vrienden van Pierre bijvoorbeeld weer wel. Die zijn vooral boos. Boos dat iemand die een mes bij zich heeft en die ook gebruikt, wordt vrijgesproken door het gerechtshof en dus niet gestraft wordt voor zijn daden. Verdachte Yassine B. en diens advocaat waren zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft 2 weken de tijd om te bepalen of zij in cassatie gaat tegen de uitspraak van het gerechtshof. Het OM had 5 jaar cel geëist.